Vandaag is Werelddierendag en de man die de meeste dieren onder zijn beheer heeft is John Altenberg. Hij is de topman van Paramaribo Zoo. En hij kan ons meer vertellen als er sprake is van dierenwelzijn in Suriname. Meneer Altenberg, goedemorgen en welkom bij ons. Morning, kijkers. Toen u vanmorgen opstond als directeur van de dierentuin en u aan uw dierendag, wat ging in u om? Heel veel, omdat, zoals u weet, meneer Hiewat, dieren zijn onderdeel van onze samenleving. Hoe je het ook draait of keert, als zij er niet waren, zou de mensheid waarschijnlijk er heel anders uitzien. Maar heel frappant is, vanaf gisteren is er een zwaluw komen aanvliegen thuis bij mij. En dat beest ging heel tekeer tegen het glas van de raam. En hij bleef dat maar doen. Ik weet niet of het een hij of een zij was. Ja. Maar dat ging maar door. Tot laat in de middag, tot een uur of half zeven, 7 uur. En toen hield het op. En vanmorgen stond ik op om een uur of 6, half 6. En die zwaluw was weer terug en ging weer tekeer. Ja. Dus je denkt altijd aan het belang en welzijn van dieren als je directeur bent van de zoo. Dus als wel uit jou een boodschap komt. Waarschijnlijk, ja. Maar zijn de rechten van de Surinaamse dieren goed geregeld in de wet? Zoals u weet is er een aantal jaren geleden, houdt u me ten goede, een wet aangenomen waarbij er toch wel een beetje meer zekerheid tot stand moet komen ten aanzien van hoe wij met dieren omgaan in Suriname. Maar in de praktijk werkt het waarschijnlijk niet echt goed. Ja. Omdat ik anno 2021 nog steeds merk dat dieren op een bepaalde manier worden behandeld die toch wel ver van gezond en welzijn steekt. Leguanen die langs de weg aan hun ledematen zijn gebonden en in de velden zonder verkoop worden aangeboden. Aapjes in een kleine kooi zonder water en zonder voeding. Ook hetzelfde voor papegaaien. Af en toe zie je ook nog schildpadden langs de weg omgekeerd of vastgebonden. Dus dat wil zeggen, er wordt niet echt opgetreden. Ja. Ondanks het feit dat er een wet is die bepaalde zaken dus moet vermijden of voorkomen. Ja, maar is de Surinaamse samenleving wel bewust van de rechten die dieren hebben? Ik denk dat het nog veel te wensen overlaat. Ik denk dat we op dat gebied nog heel veel werk hebben te verzetten. Zoals u weet zijn er heel veel organisaties, maar ook individuen die zich bezighouden met het promoten van dierenwelzijn. En het gaat waarschijnlijk nog een tijdje duren, ja. Maar ook denk ik vanuit de overheid is het belangrijk dat wanneer je bepaalde dingen ziet die in strijd zijn met de wet, dat je moet optreden. Omdat als je niet optreedt, mensen denken dan van, oh, er is toch geen wet, er is bandeloosheid, het is wetteloosheid, dus mensen blijven dan maar die handelingen, die negatieve handelingen plegen. Ja, wanneer praten we over dierenwelzijn, meneer Altenberg? We praten over dierenwelzijn. Je kan natuurlijk het onderscheid maken tussen dieren die gedomesticeerd zijn, huisdieren zoals we die kennen, ja. De katten, de honden. Maar dan heb je ook nog wildlife. Ja. Wilde dieren die horen niet thuis bij mensen als huisdier. We ervaren dat elke dag en eigenlijk het bestaan van de dierentuin is bijna onmisbaar onder deze omstandigheden. Omdat het blijkt dat het nog te vaak voorkomt dat mensen wilde dieren als huisdieren nemen. En het is natuurlijk voor een moment misschien heel leuk. Maar na verloop van tijd wordt het dan vervelend. En dan moeten de dieren een andere huis zoeken. En
vaak kunnen ze dan niet terug in het wild. En dan komen ze naar de dierentuin. Dus eigenlijk mag dat niet? Nee, bepaalde diersoorten die zijn sowieso beschermd. Ja. Die hebben een beschermende status. Dus mocht je die in bezit hebben, dan ben je eigenlijk strafbaar. En dan kan er vanuit de autoriteiten opgetreden worden. Maar niet alle dieren zijn beschermd, helaas. De dieren die dus niet de beschermende status hebben, die dan thuis worden gehouden, ja, die zijn dan voor een moment leuk. Maar na verloop van tijd worden ze onhandelbaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de kapucijner. Is een hele mooie aap. Je ziet het heel veel bij mensen thuis. Geel-grijs, hè? Die bruin-zwarte. Oh, bruin-zwarte. Dat is eigenlijk... We hebben twee soorten in Suriname. Ja. De grijze en de bruine. Ja, ja. De grijze komt eigenlijk niet zoveel voor in de omgeving van Paramaribo. Mm. Maar die bruine wel. Ja. Dus mensen nemen die vaak als huisdier. Zetten hem aan een ketting. En dan moet dat beest daar maar zien te overleven. En dat is geen welzijn voor een dier. Ja. Een dier hoort thuis in die omgeving waar hij tot zijn volle recht kan komen. Zouden we in Suriname die lijst van beschermende dieren moeten verruimen? Ik denk sowieso, u weet dat Suriname heeft een jachtwet. Mm-hmm. We zijn in Suriname nog steeds in de positie dat wij bepaalde diersoorten op gezette tijden op mogen jagen. En die wet die geeft mensen dus de ruimte om, wanneer het seizoen open is, om op de dieren te jagen. Maar wat we vaak zien gebeuren is dat er soms heel veel misbruik wordt gemaakt. De jachtwet staat toe dat je een bepaalde hoeveelheid bijvoorbeeld van een diersoort, ik denk de pingo, de pakiras, dan mag je misschien een stuk of 3-4. Maar wat we zien gebeuren is dat het heel commercieel wordt aangewend. Ja. Dan worden er tientallen afgemaakt en ten verkoop aangeboden. Ja. De vraag is, hoe hou je de populatie in de gaten? Mm-hmm. Omdat wij de instituten niet echt hebben die zich daarmee bezighouden. Dus wanneer er sprake is van een sterke afname en eventueel een totale verdwijning, dan kan het soms voor Suriname dan wel laat zijn. Dus hoor ik u zeggen dat het verkopen van wildvlees gereguleerd moet worden? Beter gereguleerd moet worden? Ja, vind ik wel. Omdat, kijk, je hebt mensen die in het binnenland wonen van Suriname. De inheemse, de Marons. Die leven daar in die omgeving. Die leven van wat de omgeving ze te bieden heeft. Ja. Maar als er mensen vanuit Paramaribo het binnenland intrekken en daar gaan om, zeg maar, tientallen van die dieren dood te schieten en naar de stad te brengen om ter verkoop aan te bieden, vind ik wel dat de overheid daar toch wel een beetje meer aandacht aan moet besteden van wat sta je toe en wat sta je niet toe. Want niet altijd worden mensen opgepakt voor dat soort handelingen. U kent de situatie met betrekking tot het rapen van eieren van de schildpadden. Het komt heel vaak nog voor dat er tienduizenden eieren worden gestroopt. En dat is geen goed ding. Dus de bewaking, het toezicht houden op dat soort handelingen moet toch wel een beetje aangescherpt worden, vind ik. Ja. Hoe gaat de Zoo deze dag herdenken vandaag, Werelddierendag? Worden de dieren speciaal behandeld? Nee, jammer genoeg zullen we het heel sober doen. Zoals u weet hebben we in het verleden een hele happening van deze dag gemaakt met verschillende activiteiten. Maar met het intreden van de COVID-pandemie zijn we dus genoodzaakt om zaken toch wel terug te brengen. Ook vanwege het feit dat de COVID-pandemie de Paramaribo Zoo ook niet met rust heeft gelaten. Ja. Onze dieren die hebben dat ook aan hun leven ondervonden. Niet in die zin dat er besmettingen waren, maar dat de verzorging en de voeding van de dieren toch wel in ernstig probleem is gekomen. Gelukkig hebben we het kunnen volhouden.
voor wat betreft de verzorging en de voeding. Maar het onderhoud en eventueel het bouwen van nieuwe verblijven en reparatie van verblijven, daar hebben we vanwege het enorme teruggevallen aantal bezoekers toch wel een behoorlijke achterstand opgelopen. Dus wat wij nu bezig zijn te doen, omdat het een beetje beter gaat met de zoo, is om te zorgen dat wij onze dieren, hun verblijven, hun woonplaatsen, toch wel zo snel mogelijk weer in goede staat gaan brengen. En natuurlijk blijven zorgen dat ze een goede voeding blijven krijgen. En we zullen ze vandaag extra verwennen. Ja, ik hoor u altijd praten over twee zaken, voeding en verzorging van de dieren. Is er een plan waar aangeeft dat u bijvoorbeeld het ministerie van Grondbeheer, dat stuk van dierenwelzijn en bescherming valt onder dat ministerie? Is er een plan waar u heeft aangegeven dat de ambtenaren die eigenlijk geen werk hebben gestuurd kunnen worden naar de Paramaribo Zoo om daar ingezet te worden als werkers om de verzorging van deze dieren op zich te nemen? Wel, een plan hebben we niet, maar we lopen al een hele tijd met het idee om inderdaad, als die ruimte er is, omdat de dierverzorging bij de Paramaribo Zoo hangt ook af van de bereidheid van mensen om te komen werken in de zoo. En dat is voor ons steeds weer een probleem. Mensen komen, blijven niet lang. Omdat de essentie is, het is, je moet houden van dieren, wil je echt met liefde en zorg daar willen werken. Ja. En vaak zien mensen dat maar nog steeds, omdat we ook geen die traditie niet hebben en ook niet de opleiding hebben om mensen op te leiden voor dierverzorging. Want dierverzorging is niet alleen eten geven en water, maar het is observeren. Ja. Het is kijken naar het gedrag van de dieren, want ze zijn niet bij ons omdat we dat zo leuk vinden. Ja. Maar ze zijn er om de Surinaamse samenleving, met name de jeugd, kennis te laten maken met wat leeft er aan wilde dieren in Suriname, zodat we ook meer respect en meer liefde voor ze kunnen opbrengen en ze niet à la dol afmaken wanneer we ze tegenkomen of whatever. Dus vandaar dat wij zeggen van, als zo'n situatie zich zou voordoen, zal de Paramaribo zich als eerste in de rij plaatsen om inderdaad die ondersteuning te vragen bij die instanties die eventueel overtollig personeel eventueel ter beschikking zouden willen stellen van de Paramaribo Zoo. Ja, mooi. Tot slot, hoe ziet de toekomst uit van de zoo? Nou, we willen inderdaad, als het de omstandigheden dat toelaten, willen we de Paramaribo Zoo behouden voor de Surinaamse samenleving. Het is de enige dierentuin van het land. We hebben de potentie om inderdaad een behoorlijke bijdrage te leveren aan de bewustwording onder de Surinaamse samenleving ten aanzien van hoe ga je om met dieren. Ook huisdieren maken deel uit van ons systeem. En het is allemaal ook afhankelijk van hoe de situatie zich zal ontwikkelen met betrekking tot COVID-19. Weet dat er heel veel beperkingen zijn. Het contact met collega-dierentuinen is ook bijna helemaal weg komen te vallen. We zouden heel graag weer contact willen hebben met de dierentuin van Guyana, van Trinidad uit de regio. Maar ook het contact met de Europese dierentuinen, met name Nederland en Duitsland. Dat is helemaal weg komen te vallen, want dat zijn mogelijkheden om in ieder geval je diercollectie, je dierpopulatie, want ze namen aan bepaalde diersoorten, ze willen leeuwen zien, ze willen olifanten zien. Ja. Maar dat zijn zaken die toch wel in samenwerking met andere dierentuinen tot stand moeten komen. En zolang die beperkingen er zijn, denk ik niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Dank u wel, mijn vaste Rinamadi. Dank u wel ook, meneer Hewat, en ik feliciteer ook bij deze alle organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn in Suriname. Ja, dat was John Altenberg, topman van de Paramaribo Zoo.